En dan nu? Hallo kijkers. Woensdag 19 maart kunt u gaan stemmen voor een nieuwe gemeenteraad. 39 mensen beslissen vanaf die dag over de 800 miljoen euro die er per jaar binnenkomen en uitgegeven worden in deze stad. Er bestaan zogenaamde taartdiagrammen en toen ik van de week naar het lijsttrekkersdebat in het gemeentehuis ging, dacht ik, hoe kan ik nou in 1 minuut duidelijk maken waar dat geld vandaan komt en waar het blijft? En ik heb bij de lekkerste bakker van de stad 2 taarten laten maken. De inkomsten van het Rijk en de ministeries en zo, dat is het grote gele vlak. De inkomsten uit huur en parkeergeld en andere belastingen, dat is het grijze gedeelte. En het rode gedeelte, dat is het gedeelte waarover in alle pakweg 20 debatten tot nu toe niet is gesproken. Wat is dat dan voor mysterieus gedeelte van de taart? Nou, dat zijn de posten winst, verrekeningen, reserve en de planexploitatie. En dat is het gedeelte waarin de grondzaken verrekend worden. Dat bedrag van ongeveer 200 miljoen euro is ontstaan door de grondaankopen, met name in de Waalsprong, en de uitgaven voor de aanpassingen op die grond. Het is een schatting en die schatting is weer gebaseerd op de misschienhuizen en de misschienbedrijfspanden die er gebouwd zouden kunnen worden. Maar de bouw ligt stil en het is crisis en de jongens van grondzaken wilden steeds weer verder speculeren en hebben daarvoor veel te veel geld geleend en daarom, beste kijkers, moeten we nu bezuinigen op onderwijs, zorg en cultuur onder andere. Omdat elke keer als die schatting niet goed uitkomt, aan het eind van het jaar dat bedrag weer aangepast wordt en wordt dat gehaald uit de gele en de grijze gedeeltes. Ik leg u dat graag een volgende keer uit. Bedankt voor het kijken, leg uw stempas maar vast klaar en vergeet uw identiteitskaart niet de 19e. Met chocola over.